Dames en heren, welkom bij de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd FC Utrecht tegen Roda JC. Dat was in stadion Galgenwaard voor 19.042 toeschouwers. Ik wil graag het woord geven aan de trainer van de tegenpartij, de heer Molenaar. Ja, we wisten dat we naar een ploeg gingen die het uitstekend voor elkaar heeft. Waar de hand van de trainer duidelijk zichtbaar is. En die uiteindelijk ook naar een terechte overwinning gegaan is. Dat mogen duidelijk zijn. Felicitaties. We hebben behoorlijk wat energie gestoken in hoe Utrecht te bestrijden. Dat verdienen ze ook, omdat ze het zo goed voor elkaar hebben, zoals ik net zei. En dan start je aan een wedstrijd waarin toch wat afspraken niet nagekomen worden en we meteen tegen een snelle tegentreffer aanlopen. Dat helpt niet. Dat helpt niet in de kopjes van mijn spelers die al een aantal weken achter elkaar gewogen worden bij ploegen die van formaat zijn en waarin we nog niet tot resultaat gekomen zijn. Daar moeten we doorheen, dat wisten we van tevoren, daar moeten we ook doorheen kijken. Maar in zo'n wedstrijd als regelmatig de acties niet lukken, dan zie je toch een beetje de angst in een ploeg keren. Waardoor je eigenlijk ook niet meer aan voetballen toe kan komen. En daar was het wel een beetje ook op ingezet dat als we zelf de bal hadden, dat we dan wat meer aan voetballen toe zouden komen. En daarin hebben we gewoon veel te weinig kwaliteit aan de dag gelegd. Verdedigend hadden we het hartstikke moeilijk. En dat kan je ook prima zien in de stand, maar zeker ook in de kansenverhouding. Het was in dit geval de grote jongens tegen de kleintjes, tegen de pupillen. En dat betekent aan de ene kant dat we wel weer terug moeten om te kijken van nou in hoeverre gaan wij weer verder. En dat moet veel meer met spierballen. En dat moet tegen ploegen waarvan we zeggen kijk, we hebben volgende week Willem II. Ja, en iedereen zegt dan van nou daar zal het wel even tegen lukken. Ja, dat is natuurlijk ook niet het geval. Daar hebben we ook de handen aan vol. Maar goed, dat neem je mee uit zo'n beginfase. En daar moet je mee aan de slag. Dat zullen we dit keer ook doen, hoe moeilijk dat ook na zo'n wedstrijd is. Dat is eigenlijk een beetje wat ik erover kwijt wil. Dankjewel. Dan wil ik het woord geven aan de trainer van FC Utrecht, Erik ten Hag. Ja, dankjewel. Ja, onze laatste wedstrijd, of eigenlijk onze laatste twee wedstrijden, Zenit en FC Groningen, was bij ons het probleem het benutten van kansen. En eigenlijk was dat vandaag ook het grote probleem. We wisten met Roda komt de ploeg dat heel goed georganiseerd kan spelen. Dat is ook een beetje, hij zegt de hand van de trainer, maar dat is ook de hand van Robert. Wij kennen elkaar aardig, we hebben al op hele jonge leeftijd, in die zin als jonge trainers, al bij elkaar op de cursus gezeten. Dus dan weet je ook hoe een trainer denkt. En ik wist dat ze je heel goed georganiseerd naartoe zouden willen komen. Maar je weet ook dat het de ploeg is die het al tegen hele sterke tegenstanders heeft gespeeld. Vitesse en PSV, daar geen punten heeft gehaald. Dus als je dan snel op voorsprong komt, ja, dan weet je ook dat een ploeg die vanuit een iets andere orde gaat spelen, dat het ook mentaal met zo'n ploeg wat doet. Nou, als dan zo'n goal, en het was een aanval uit een boekje, en precies zoals we het bedacht hadden, als dat dan al na één minuut tot stand wordt gebracht, en eigenlijk in de aanval erop moet het 2-0 worden, ja, dan zie je dat de tegenstander toch in vertwijfeling komt. En dat was ook het geval. En daar hebben wij van geprofiteerd qua veldspel, alleen niet qua rendement. En ja, dat is toch wel het punt waar we heel hard aan moeten werken. Dat rendement, het rendement in de 16 van de tegenstander. Want als je zoveel doelpogingen hebt, zoveel kansen creëert, hetzelfde verhaal als in Groningen, ja, dan mag je niet maar met 2-0 winnen. Dan moet je met een hogere uitslag winnen. Wat het goede eraan is, dat we in tegenstelling tot Groningen nu van achteren wel heel geconcentreerd zijn blijven spelen. Geen kans hebben weggegeven. Dat is echt een compliment. Niet alleen aan de keeper en de laatste linie, maar dat geldt voor de hele ploeg.
Dat hebben we uitstekend gedaan. Maar het rendement naar voren toe zal omhoog moeten. We hebben spelers op het veld die de kwaliteit hebben om dat rendement omhoog te duwen. En ja, ze moeten zichzelf gaan uitdagen en ze moeten zichzelf op een hoger plan gaan zetten door meer van zichzelf te eisen om in dat soort situaties het rendement te brengen. En dat betekent ook wel eens door niet zelf te schieten, maar juist even op te kijken en de bal af te spelen. Want ook die momenten die heb ik gezien, dat de keuze, het schot of de eindpas of de voorlaatste pas, dat die niet genomen werden. Dus daar moeten we echt aan gaan werken. Nou, verder waren er nog wel een aantal dingen waar we aan moeten werken, zoals bijvoorbeeld in de slotfase. Dan zie je toch dat de krachten wegvloeien bij beide ploegen. Maar als je in de 80ste minuut slechts met 2-0 voor staat, waar je eigenlijk al 3-4-0 voor had moeten staan, en de tegenstander scoort, ja, dan kan de wedstrijd toch gaan kantelen. En ja, dan moeten we dan toch gaan leren. Als het dan 2-0 staat, dan moet je de bal in de rijen houden. Dan moet je niet meer zo snel diep spelen. Dan moet je de bal van kant naar kant laten gaan. En dan moet je wachten tot de tegenstander jou de ruimte gaat bieden. Want ze staan namelijk met 2-0 achter. Nou, zo zijn er nog wel een aantal punten, zal ik hier niet op ingaan, waar we aan moeten werken. En dat is ook goed, want we zijn in een fase van de competitie dat er nog veel en hard gewerkt moet worden. Het gaat uiteindelijk om in de positie te komen dat je wat kunt winnen. En dat kan nooit in september. Maar we zijn desalniettemin natuurlijk heel erg tevreden met het veldspel. En ik denk dat we de toeschouwers ook wat geboden hebben. Dus ik denk dat er prima entourage was in Stadion Galgenwaard. Toeschouwers hadden misschien nog 1-2 doelpunten erbij willen zien. Nogmaals, dat hadden wij voor kunnen zorgen. Maar je zit wel een tevreden trainer. Want ik heb vandaag heel veel positieve aspecten gezien. En met die negatieve, daar kunnen we mee aan de slag. Dankjewel. Dankjewel. Zijn er wedstrijdgerelateerde vragen voor een van beide trainers? Jeroen. Erik, als je de Joep is gebleven, waar jij het voor jouw team dat hij van beschikbaar is gekomen? Nou ja, dat Ayoub een speler is van bovengemiddelde kwaliteit voor FC Utrecht, dat lijkt mij helder. En wij zijn er heel blij mee, want nou, ik denk dat het een speler is die in de top 3 van Nederland niet zo meer staan. Of in een andere, grotere competitie. Hij heeft zich, denk ik, ongelooflijk goed ontwikkeld in de afgelopen jaren. Maar ik denk dat er ook ruimte voor ontwikkeling zit. En dat kan ook zeker bij Utrecht. En ja, hij kan een speler zijn die Utrecht meehelpt om naar een hoger niveau te tillen. Dus wij zijn heel content mee dat hij gebleven is. Nog meer vragen? Ja. Wedstrijd gerelateerd? Sorry? Wedstrijd gerelateerd. Oh, mag je niet over Nederland zelf toch? Ik kwam vragen of die even een tips had voor je bondscoach. Nee, die heb ik niet gehad. Oh. Nee, ik hou me bezig bij FC Utrecht. Oh. Geen verdere vragen, dan wil ik u bedanken voor uw tijd. Wij gaan volgende week uit naar FC Twente en dan komen we op 24 september weer terug voor PSV. Dankjewel. Robert, succes man. Ja, doe je best. Goed man, je bent goed. Klopt. Ja. Jij moet niet zo negatief zijn, jij. Waarover?